De Kop, een van de organisatoren van vorig jaar van de reanimatie estafette. Hoe is dat afgelopen in Brunssum? Ja, in Brunssum is het eigenlijk heel goed afgelopen. We hebben de best bezochte reanimatie estafette gehad aller tijden. Dat was de vijfde keer. Aller tijden? Zijn er maar vijf geweest, hè? Er zijn er vijf geweest. En dit is de zesde vandaag en ik ben er bijzonder blij mee dat we toch ook de organisatie er ieder jaar in slaagt om dit op die manier neer te zetten. Met name de jeugd ook aan te spreken op de mogelijkheden die ze hebben om iets voor een ander te doen. En ja, er is nog veel werk aan de winkel. We zijn bezig, druk bezig om te kijken of wij het reanimeren, het onderwijs, echt als verplicht onderdeel in de... het programma voor de leerlingen kunnen laten opnemen. Vandaag iedereen zegt dat. Alle statenleden zeggen dat, burgemeesters zeggen dat, maar het komt er gewoon maar niet van. Vorig jaar zeiden ze dat ook al. Waarom komt het er niet van? Ja, nou, wij moeten eerst genoeg handtekeningen krijgen om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat is één. Daar hebben we toch 40.000 handtekeningen voor nodig. Of wij moeten via een aantal politieke partijen het daar op de agenda laten zetten. Kijk, Tweede Kamerleden die komen ook in het land. Die proeven ook wat er speelt in het land. Gaan die alleen maar met de armen over elkaar zitten afwachten totdat er iemand komt met 40.000 handtekeningen voordat ze iets gaan behandelen? Werkt dat zo? Ja, blijkbaar wel. En als er een paar mensen doodgaan, dan is het vaak al onderwerp voor gesprekken in de Tweede Kamer. Maar dat er als het ware iedere week een boeiing naar beneden komt met 300 mensen, dat op de een of andere manier klinkt dat niet voldoende door. Oké, dan hebben jullie Brunssum vorig jaar die reanimatie estafette gehad. We zijn nu een jaar verder. Hoe denkt u dat de jeugd van Brunssum dan al tegenover staat over reanimeren? Ja, heel erg goed. Het blijven hangen? Ja, en het schijnt heel positief ontvangen te zijn, maar nog steeds. In toenemende mate schrijven zich mensen ook in bij AED Alert. En ik zou graag iedereen willen oproepen, ook als je BHV'er bent, schrijf je in. Er zijn behoorlijk wat reanimatiepogingen ondernomen in Brunssum. En het netwerk groeit. En ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen er tot nu toe echt zijn gered. Maar dat er een paar zijn, dat weet ik zeker. Wat denkt u, wanneer staat het op de agenda van de Tweede Kamer? Nou, ik ga er mijn best voor doen dat het dit jaar nog aan de orde komt.